Ja, dat hoorden we. Nou. Dat hoorden we. Goed. Ik hoop dat het goed gaat. Ik probeer namelijk deze les meteen weer op te nemen, zodat jullie nog weer kunnen terugkijken. Ik zie nog wat mensen met telefoons in de handen die kunnen redden. Dankjewel. Het tweede paragraaf die gaat over bevolkingsspreiding. Gelukkig is dat niet een heel erg ingewikkeld thema. Want bij bevolkingsspreiding kijk je letterlijk naar de verspreiding van bevolking over de wereld, over een land, over een regio. En daar horen een paar begrippen bij. Bevolkingsdichtheid, bevolkingsspreiding zelf, push- en pull-factoren, redenen waarom mensen ergens naartoe gaan of daarvan weggaan. En soorten migranten. Nou, over dat stukje soorten migranten kan ik heel simpel zijn. Die migranten die volgen dit jaar ook nog bij maatschappijleer. Dus als jullie later dit jaar maatschappijleer van mij hebben, dan zul je dat letterlijk herkennen, want het zijn precies dezelfde dia's. Maar we gaan allereerst naar bevolkingsdichtheid en bevolkingsspreiding. Ik gebruik eigenlijk altijd een wereldkaart, omdat je daarbij het beste kunt zien van hoe de bevolking over de wereld verspreid is. En op deze kaart is dat aangegeven in kleuren. Hoe roder de kleur, hoe meer mensen er wonen. En dan valt op dat bepaalde gebieden op deze wereldkaart heel erg rood gekleurd zijn. Bijvoorbeeld Europa, Azië, de oostkust van de Verenigde Staten, ook de oostkust van Zuid-Amerika. En dat betekent dus dat die gebieden dicht bevolkt zijn. Er wonen veel mensen per vierkante kilometer. Nou, als je het hebt over bevolkingsdichtheid en over bevolkingsspreiding, dan zijn dat eigenlijk twee verschillende thema's, zou je kunnen zeggen, die altijd samengaan. Want, wat ik nu net vertelde, is, oké, er wonen veel mensen relatief gezien in Azië, in Europa, aan de oostkust van de Verenigde Staten, bla bla bla. Maar dan heb ik nog niks gezegd over de bevolkingsspreiding. Stel nou dat ik iets wil zeggen over de bevolkingsspreiding van mensen in Zuid-Amerika. Wat zou ik dan kunnen zeggen? Is er iemand die daar iets over die bevolkingsspreiding in Zuid-Amerika zou kunnen zeggen? Aan de hand van deze kaart. Wat zie je op deze kaart? Ja? Dat iedereen aan de kust hoort. Precies, dat er relatief veel mensen, ik nuanceer hem iets, dat er relatief veel mensen aan de kust wonen. Dan heb je dus iets gezegd over de verspreiding van bevolking in Zuid-Amerika. Nou, dan kun je later gaan kijken van wat zijn nou de redenen waarom mensen dan aan de kust wonen, maar dat laat ik nu even voor wat het is. Azië is een ander verhaal. Hoe komt het dat er in China zoveel mensen wonen? Nou ja, dan zou je er moeten naar gaan kijken. Het is natuurlijk een heel groot land. Ook hiervoor geldt, waar wonen de meeste mensen in China? Eigenlijk ook weer aan de kustgebieden. Dus op de een of andere manier zijn die kustgebieden heel erg belangrijk, of belangrijke plekken zou je kunnen zeggen, voor mensen om te wonen. Ander voorbeeld, Egypte. Waarom zie je hier een rode lijn lopen in midden door Egypte? Waarom wonen daar relatief veel mensen? Dat wil ik mij gewoon naar Mustafa vragen. Als specialist. Waarom wonen er zoveel mensen hier in Egypte precies? In het rode gedeelte. Ik ga het niet hardop zeggen, want anders dan. Nou ja, gewoon de hele rode lijn die je dwars door Egypte heen ziet lopen. Precies, de Nijl. Mensen wonen natuurlijk langs de Nijl, zoals jullie weten, in noordelijk Afrika heeft te maken met de Sahara. Water is belangrijk om te kunnen leven, landbouw te kunnen doen en dergelijke. En je ziet dus dat daardoor ook de grote steden vrijwel altijd langs die rivieren zijn ontstaan. Voor Cairo geldt dat natuurlijk ook. En je ziet dat trouwens die Nijl nog een stukje verder doorloopt, hè? Richting Sudan. Nou, Europa is over het algemeen dicht bevolkt. Dus, stel dat je iets zou willen zeggen over de bevolkingsspreiding van mensen in Europa, zou je dan deze kaart kunnen gebruiken of eigenlijk niet? Nou, hij is inderdaad niet zo goed bruikbaar, omdat hij niet genoeg detail geeft. Dus eigenlijk zou je in dat geval een kaartje van Europa willen gebruiken. Nou goed, dat zijn dus bevolkingsspreiding, hè, hoe is de verdeling, en bevolkingsdichtheid, hoeveel mensen wonen er per vierkante kilometer. Want dat staat hier onderin. Het aantal inwoners, meer dan 100 per vierkante kilometer in de rode gebieden. Nou, ga eens kijken naar een stadstaat als Singapore, dat eigenlijk voor alleen maar bestaat uit hoogbouw. Daar zul je natuurlijk, in Singapore, je kan het zien, daar vind je in sommige gevallen 2.000, 3.000 mensen per vierkante kilometer, of nog wel meer. Nou, hier staat het nog even een keertje. Uitgewerkt. Bevolkingsdichtheid is dus
het aantal mensen per vierkante kilometer en de bevolkingsspreiding, dus hoeveel mensen, hoe zijn die voor mensen verdeeld over het land, nou, enzovoorts. Dan gaan we eens naar Nederland kijken. Ik zei het al, als je iets wil zeggen over een kleiner gebied, bijvoorbeeld over Nederland of over Europa, wat ik als voorbeeld noemde, dan is het handiger om een andere schaal te gebruiken. En je ziet hier alle gemeenten van Nederland afgebeeld, dus het gaat over de bevolkingsdichtheid per gemeente. En als we naar deze kaart kijken, waar is dan de bevolkingsdichtheid het grootste in Nederland? Welk gebied? Ja, het westen, precies. Hoe noemen we dit gebied ook alweer? De Randstad, precies. Maar het grappige is, de Randstad is wel het meest dicht bevolkt, maar toch zijn er op plekken waar je dat misschien niet zo snel zou verwachten, zoals hier in Limburg en in Groningen en in Twente, gebieden te vinden waar de bevolkingsdichtheid ineens hoger is. En wat is daar nou de reden van? Heeft iemand een idee waarom er daar ineens ook relatief veel mensen wonen? Wat is daar dat die mensen trekt? Hoe heet het? Veel studenten. Precies, het gaat hier om studenten. Het zijn studentensteden, Maastricht, je hebt de Universiteit Twente, de Universiteit van Groningen. Nou, daar komen natuurlijk mensen op af. Andere opmerking was inderdaad werk. Grote steden hebben inderdaad over het algemeen meer werkgelegenheid. En daar komen ook mensen op af. Hoe minder werkgelegenheid, hoe minder mensen, zou je kunnen zeggen. Nou, we weten nu, bevolkingsdichtheid over het algemeen het hoogste in de Randstad. Als je dus iets zou willen zeggen over de bevolkingsspreiding van mensen, ja, dat is eigenlijk iets wat al gezegd is, waar in Nederland vinden we gewoon over het algemeen de meeste mensen? In het westen. En dan heb je iets gezegd over de bevolkingsspreiding. Zo simpel is het. Dus stel dat je op een toets een kaart krijgt van een willekeurig land waarop je bevolkingsdichtheid is weergegeven, maar niet staat over de bevolkingsspreiding, kun je toch altijd zeggen, hè, de plekken waar de bevolkingsdichtheid het hoogst is, daar wonen de meeste mensen. En dus zou je kunnen zeggen dat de bevolkingsspreiding dusdanig is dat in dit geval in het westen de meeste mensen wonen. En dan ben je er al, dan heb je het antwoord op de vraag gegeven. Nou, dan is vervolgens de vraag, waarom wonen veel mensen op een bepaalde plek? Dat is iets wat we net al aan het begin van de lessen al zeiden. Dat kan komen door push- en pull-factoren. Mensen hebben bepaalde redenen om ergens te willen gaan wonen of te gaan werken. En we beginnen met de push-factoren, letterlijk vertaald wegduwen, to push uit het Engels. En in dit geval zijn het redenen om weg te willen uit een bepaalde plek of van een bepaald gebied af. En dat kan komen, dan heb je een meest negatief geval, bijvoorbeeld door oorlog. Oorlogen zijn de belangrijkste push-factoren voor mensen om een gebied te verlaten. Aan de andere kant kan het ook zoiets simpels zijn als het feit dat je je er niet thuis voelt. Stel je komt ergens te wonen, je verhuist en je hebt helemaal geen contact met de mensen om je heen. Jouw familie woont bijvoorbeeld in, laten we gewoon Twente weer als voorbeeld nemen. Dan zou het kunnen zijn dat je besluit om daarheen te verhuizen, omdat je daar de mensen kent. Dan is de pushfactor het feit dat je hier geen mensen kent. Dus in dat geval is het een pushfactor. Omdat je weggeduwd wordt van de plek waar je nu woont. Dus je kijkt ook altijd vanuit de plek waar je nu verblijft. Andere voorbeelden. Is er iemand die een ander voorbeeld zou kunnen noemen van een pushfactor? Nee, ik noemde oorlog. Ik noemde het feit dat je niemand kent. Maar er zijn er nog meer te noemen. Het weer. Het weer is zeker een voorbeeld van een pushfactor. Amerika gebeurt het. Daar heb je de snowbelt in het noorden van Amerika. Sunbelt in het zuiden. Als jij in die snowbelt woont en je hebt een hekel aan sneeuw, zou ik me kunnen voorstellen dat je kiest om te verhuizen. Ja. Geen werkgelegenheid. Werkgelegenheid, idem dito. Ook in Amerika hetzelfde geval. Die snowbelt is relatief weinig werkgelegenheid en een reden waarom mensen verhuizen. Nog andere voorbeelden. Financiële onzekerheid. Financiële onzekerheid. Ligt het nader toe? Werk. Dat is al gezegd. Ja, bijvoorbeeld als je in India... En waarschijnlijk werk je in een fabriek, je krijgt 5 cent per dag. Mm-hmm. Dan zou je liever ergens anders heen willen. Dus en wat is dan de pushfactor? Ja, werk. Precies. Het komt toch weer op werk uit. Andere voorbeelden? Ja, is nog iemand die een voorbeeld zou kunnen? Leefbaarheid. Dus op zich wel een goede leefbaarheid is natuurlijk een belangrijke pushfactor. Het zou kunnen zijn dat je in een gebied woont waar geen faciliteiten zijn.
Bijvoorbeeld, er is geen winkel. Of je moet een hele tijd rijden voordat je bij een winkel komt. Of er zijn geen faciliteiten die jij wilt. Bijvoorbeeld, je wil graag een sportvereniging. Ook dat zou de reden kunnen zijn waarom je het besluit neemt te verhuizen. Nou, dat zijn de pushfactoren. Pullfactoren staan aan de andere kant. En ik heb expres dit plaatje er nu even bijgeplakt. Pullfactoren zijn dingen die mensen aantrekken. En het zou dus kunnen zijn, ik noemde het voorbeeld van het verhuizen naar Twente, dat het een pushfactor is, enerzijds omdat je hier geen mensen kent, en een pullfactor anderzijds, want die kent wel mensen in Twente. En dat is dan de reden dat je verhuist. Dus je kunt het vanuit twee kanten bekijken. Dat geldt hetzelfde voor werkgelegenheid. Waarom zou je verhuizen op het moment dat je een baan vindt op een uur van je woonplaats? Nou, als het dan ook nog eens een hele mooie omgeving is, zou je kunnen besluiten om daar dan te gaan wonen. Ook dat kan een coolfactor zijn. Of die sunbelt die ik noemde. Mooi weer, mooie omgeving, geen sneeuw. Poolfactor. Er zijn dus meerdere redenen waarom mensen zich aangetrokken voelen tot een bepaalde plek en daar naartoe gaan. Andere voorbeelden. Zijn er nog meer mensen die misschien een voorbeeld van een poolfactor zouden kunnen geven? Die nog niet genoemd zijn. We hebben genoemd werk, we hebben genoemd familie. Ja, ja, zeker onderwijs. Ik kan me heel goed voorstellen dat er hier mensen zijn, die wonen nu in Lelystad. Maar die zeggen van, ik wil verhuizen naar een stad of een land waar de opleiding is die ik graag zou willen doen. Absoluut een pullfactor. Omgeving. Omgeving. Als jij in een stedelijke omgeving woont zonder groen en je houdt van een groene omgeving, zou het kunnen zijn dat je ervoor kiest om te verhuizen naar inderdaad een bosrijk gebied. Pullfactor. Beter betaalbare huizen. Beter betaalbare huizen, dat is zeker een pullfactor. Zeker in Nederland is de huizenprijs natuurlijk een enorm probleem. Die zijn zo duur dat mensen geen huizen meer kunnen kopen. Voorbeeldje, als jij in Friesland een vrijstaand huis kunt kopen voor, nou, zeg 100.000 euro. En je daar in Utrecht maar een bezemkast voor hebt. Ja, dan zou dat een reden kunnen zijn om te verhuizen. Maar, risico is natuurlijk wel dat je er dan geen werk in kunt vinden. Dus, dat is een klein detail. Nou, push and pull factoren. Eigenlijk hoort dit er een beetje bij. Hè? We hebben het net over aantrekkingskracht of afstotingskracht van bepaalde gebieden, push-pull-factoren. En dat zouden motieven kunnen zijn voor migratie. Hè? Want we gaan nu over naar het thema migranten. Financieel gezien, wat Moreno net zei, economische motieven. Het feit dat je meer geld kunt verdienen op een andere plek. Hè? Wat je noemde als voorbeeld van India, relatief weinig geld. Dus je zou kunnen verhuizen naar een plek waar je meer kunt verdienen, vooral doen. Een ander voorbeeld is een tekort aan specialistische kennis. Dat past ook onder economische motieven. Want specialistische kennis betekent dus macht en betekent inkomen. Sociale motieven, gezinsherenigings, gezinsvorming. Politieke motieven, oorlog, bedreiging als minderheid. Dat is wel een belangrijk ding. Je ziet dat bijvoorbeeld tijdens de oorlog in Afghanistan, dan heb je het over 15 jaar geleden, hele grote groepen christenen uit Afghanistan gevlucht zijn naar Europa. Omdat ze vanwege de Taliban daar, zeg maar, bedreigd werden. En je ziet dat dan een geloofsovertuiging of een politieke overtuiging gevaarlijk wordt. En de reden is waarom mensen vertrekken. Voor Nederland is het handig om even te kijken naar de volgende zaken. We hebben in Nederland te maken gehad met hele grote groepen migranten. Dat was in de 16e en de 17e eeuw al zo. Want Nederland was al toen een heel vrij land waar je vrij kon denken. Dat was heel bijzonder in Europa op dat moment. Maar dat komt later aan bod bij maatschappijleer. Daar ga ik nu niet zo op in. Maar na de Tweede Wereldoorlog is er in Nederland heel veel veranderd. Nou, daar weten jullie vast al het een en ander van. We kregen het feit dat zowel Indonesië als Suriname zelfstandig werden. Indonesië in 1949, Suriname 1975. Op dat moment hebben veel inwoners van die landen het besluit genomen om naar Nederland te verhuizen. Dat zijn dus migranten uit de vroegere koloniën. Dan heb je de arbeidsmigranten. Nederland had een groot probleem. We kwamen heel veel arbeidskrachten tekort. En toen zeiden we tegen mensen,
Eerst Spanje, later in Turkije en Marokko. Vervolgens zou die daar alsjeblieft bij ons willen komen werken. Nou, er kwamen allereerst alleen de migranten in Nederland om hier te werken. Later besloten ze om hier te blijven. Hoogmigratie ontstaat, want familie komt uiteindelijk ook over. Nou, bepaalde groepen van die mensen zijn uiteindelijk weer teruggekeerd naar hun moederland. Maar hele grote groepen wonen hier nog. En dan heb je nog vluchtelingen. Dat zijn over het algemeen migranten die wel willen terugkeren naar hun moederland. Als dat op een zeker moment weer mogelijk is. Maar die zijn natuurlijk wel onderdeel van onze samenleving. Voorbeeldje, tijdens de oorlog in Syrië zijn er meer dan 1 miljoen mensen naar Duitsland gekomen vanuit Syrië. In Nederland zijn er veel minder, omdat Nederland de grenzen dicht hield. Terwijl in Duitsland mensen zeiden van, nou kom maar hier naartoe, dan hebben jullie in ieder geval een veilige omgeving. Nou, je ziet in Syrië is nog steeds een puinhoop. Dus wat dat betreft is dat een goede zet geweest. Nou, dit heb ik net al verteld, dus dat ga ik niet meer herhalen. Arbeidsmigranten, dat wilde ik wel eventjes laten zien. Ik noemde net de arbeidsmigranten uit de tijd dat er dus mensen vanuit bijvoorbeeld Marokko en Turkije kwamen. Er is nog een tweede hele grote groep arbeidsmigranten gekomen, hè? Vanuit Oost-Europa. 2004 werd Polen lid van de Europese Unie. Nou ja, we weten wat het gevolg was. Misschien hebben jullie dat nog wel een beetje meegekregen. Dat je in een bepaalde periode, zeg maar een jaar of 5 geleden, overal busjes van Poolse werknemers zag rondrijden. Allemaal mensen die hierheen kwamen. Omdat ze hiervoor om veel meer geld konden verdienen. Nou, terecht dat ze hier kwamen werken. Tegenwoordig komen ze alweer van verder. Je ziet al mensen uit Oekraïne komen. Je ziet al mensen vanuit andere landen komen. Kijk heel even naar deze kaart. Die gaat over mensen uit Polen. Je ziet heel duidelijk, er was al wel sprake van wat arbeidsmigranten naar Nederland. Maar vanaf 2004 zie je het enorm sterk toenemen. Maar vanaf 2017, nou ja, eigenlijk ietsje eerder, zie je het dalen. Waarom zou het op dat moment minder zijn geworden? Waarom kwamen er minder mensen vanuit Polen naar Nederland? Je moet een idee. Wat zou er veranderd zijn in Polen? Ja? Precies, minimumloon in Polen steeg. Dus de mensen hoefden niet meer zo ver te reizen om ook goed betaald werk te vinden in eigen land. De welvaart nam toe, om het maar even het begrip welvaart nog bij te betrekken. Dat is een voorbeeldje. En je ziet dat ook de emigratie weer toeneemt. Weet u nog het verschil tussen immigratie en emigratie? Precies, bij de een ga je erin en bij de andere uit, precies. Immigranten komen naar Nederland toe, je kijkt dan vanuit Nederland. In emigratie. Die mensen gingen weer terug. Die hadden genoeg verdiend. En die gingen terug naar hun land van herkomst. En gingen daar dus aan de slag. Maar je hebt ook nog kennismigranten. Europa, ze noemen het ook wel Fort Europa, is je zou bijna kunnen zeggen een land geworden. En dat is Amerika. Een gebied geworden dat heel erg lastig binnen te komen is. Er zijn enorm veel regels waar al die migranten moeten voldoen om hier binnen te komen. Kennismigranten zijn over het algemeen wel welkom, mits er binnen de Europese Unie vraag naar deze mensen is. En anders komen ze er alsnog niet in. De gekke vraag is, we hebben het hier dus over kennismigranten van buiten de Europese Unie. Hè? Stel nou dat het... Dat jij een opleiding hebt gedaan in België en jij woont in België en je wil in Nederland gaan werken. Zou dat dan zo kunnen zijn dat Nederland zegt nee, wij willen jou niet hebben? Of mag dat niet? Nee, mag inderdaad niet. Weet je waarom het niet mag? Want je uit de EU. Precies, je komt uit de EU en de EU heeft natuurlijk de afspraken gemaakt dat er vrij verkeer is van mensen en van goederen. Dus in principe mogen wij allemaal in een ander Europees land werken. En dat is op zich best wel goed geregeld. Aan de andere kant, mensen van buiten de EU worden dus ook in zekere mate wel toegelaten. Maar dat is lastig. En dan ga ik nog even terug naar het voorbeeld. Wat ik noemde over Afghanistan. Mensen in Syrië en Afghanistan zijn over het algemeen heel hoog opgeleid. Er zijn zat artsen, doktoren... Maar ook specialisten, oudheidkunde en dergelijke bij. En
dan gaat Europa ineens moeilijk lopen doen. Voorbeeld is, ik had een, toen ik op de middelbare school zat, was op onze school een mediathecaris. Die kwam uit Afghanistan. Maar die man die was heel hoog opgeleid. Die was directeur van het Nationaal Museum geweest in Kabul. En die had daar gestudeerd. Die sprak vloeiend Russisch, sprak vloeiend Engels, uiteraard Farsi, de taal die gesproken wordt daar. En hij heeft ook in 3 maanden vloeiend Nederlands leren spreken. Nou, Nederlands is een moeilijke taal over het algemeen. Dus dat was best knap. Maar in Nederland kon hij met de papieren, dus de diploma's die hij had gehaald in Afghanistan, niks anders worden dan mediathecaris. Geeft iets aan over het probleem dat er dus is tussen de verschillende landen. En persoonlijk vind ik dat we een keer zouden moeten aanpassen. Hè? Kijken naar iemands kunnen en niet naar het feit dat die papiertje toevallig niet in Europa is afgegeven. Maar goed, dat terzijde. Nou, dan heb je nog overige groepen, de illegale en de vluchtelingen. Wat nou een illegaal? Hè? De definitie van illegaal, mensen die geen wettige toestemming hebben om hier te wonen. Dus die zijn illegaal de grens overgegaan. Die zijn ook niet geregistreerd. En we hebben nog de vluchtelingen, mensen die door oorlog hier naartoe gekomen zijn. Dit staat wel in het boek beschreven, niet heel uitgebreid, vandaar dat ik ze hierin heb gezet. Toch nog even als een voorbeeld voor me zijn we dan. Ja. Nou, daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitleg. Voor vandaag staan er maar 3 opdrachten op het programma van paragraaf 1 tot 2. Nou, heel veel mensen zijn net bij mij geweest om het werk af te tekenen. Super. Als je bijna klaar bent met de opdrachten van de vorige keer, zorg ervoor dat je het zo snel mogelijk laat zien. Dan kan ik ze nog aftekenen. Het telt het punt nog mee. En nogmaals voor vandaag alleen maar opdracht 1 tot en met 3. En de volgende les gaan we weer gewoon verder met de opdrachten. Dus je hebt alle tijd. Meneer.